Welkom bij deze video over nepnieuws van Bibliotheek West-Brabant. In deze video gaan we het hebben over verschillende vormen van nepnieuws in de huidige tijd. Het is wel deel 2. In deel 1 hebben we het al gehad over verschillende vormen van nepnieuws zoals ze zijn toegepast in de geschiedenis. En in deze video gaan we het dus hebben over de tegenwoordige tijd. Even wat achtergrondinformatie over mijzelf. Mijn naam is Marieke Liefting en ik ben werkzaam voor Bibliotheek West-Brabant als consulent digitale geletterdheid. We houden ons in de bibliotheek bezig met allerlei cursussen, met verschillende thema's, waaronder dus digitale nalatenschap bijvoorbeeld, cybercrime, maar ook dus dit onderwerp over nepnieuws. Hou de bibliotheekwebsite in de gaten voor meer workshops en lezingen over deze thema's. Nou, zoals ik al zei, in deel 1 hebben we het gehad over verschillende vormen van nepnieuws zoals ze zijn toegepast in de geschiedenis. Voorbeelden gegeven van de Romeinen, de Egyptenaren, de middeleeuwen, maar ook dictators uit de Tweede Wereldoorlog. En in deel 2 gaan we het hebben over de huidige vormen, dus de tegenwoordige tijd. Ook zeker de invloed van AI en deepfake en daarbij ook dan hoe je het kan herkennen. Even een herhaling van vorige keer. Ik heb vorige keer verschillende vormen van nepnieuws al genoemd. Ik wil ze even kort doorlopen welke dat ook alweer waren. Dus verschillende vormen van nepnieuws. Je hebt misinformatie. Misinformatie houdt in dat iemand per ongeluk nepnieuws verspreidt, maar dat hij het niet doorheeft. Het kan een rekenfoutje zijn, een verspreking, maar zeker niet expres. Desinformatie houdt in dat niemand nepnieuws verspreidt, maar wel degelijk weet dat het een nep is. Dus dat is expres. En ja, dat is eigenlijk wel de gevaarlijke vorm, dus ook om verkiezingen te beïnvloeden. Dan hebben we parodie en satire. Daar valt cabaret onder, filmpjes waarin een politicus wordt nagedaan. Dit is zeker ook belangrijk om te kunnen relativeren en om de machthebbers een spiegel voor te houden. Dus een hele belangrijke vorm van nepnieuws. Propaganda, ook dat is een vorm die over het algemeen kan meevallen. Reclame maken voor een politieke partij kan natuurlijk heel positief zijn, maar het kan ook zeker leiden tot nepnieuws als je de tegenpartij zwart wil maken. Dus het kan ook zeker wel leiden tot heel veel nepnieuws. Dan hebben we de complottheorieën. Ik heb het vorige keer ook wel genoemd als passie, want je moet je wel voorstellen dat iemand die echt in zo'n theorie gelooft, daar heel veel passie voor heeft en het daarom ook graag wil delen. Dus zij geloven er ook echt in. Zij zien het zelf niet als nepnieuws. Zij geloven vaak ook wel in het verhaal wat ze verspreiden. Dan hebben we ook nog framing. Framing is de bewoording die je gebruikt voor iets. Dus jij kan iets heel positief brengen door woorden aan te passen. Het wordt in de politiek toegepast, het wordt in supermarkten toegepast, in ja, de reclamewereld wordt het in toegepast. Het gaat erom hoe je dingen verwoordt. Dus denk aan een goed doel wat extra geld wil ophalen bij het ophalen van de donaties. Dan kan het goede doel zeggen. Met jouw geld, bijvoorbeeld dat tientje per maand wat je betaalt, daarmee kunnen wij enkele katten verzorgen. Maar ze kunnen ook zeggen, als je niet meedoet met deze donatie, dan leven er een aantal katten gewoon op straat de rest van hun leven. Dus hoe je iets verwoordt, zorgt ervoor dat jij een schuldgevoel krijgt en dat je dus mee gaat doen. Dus jouw blik, jouw bril, hoe je naar dingen kijkt, wordt aangepast door het taalgebruik. En dat is framing. Het is niet illegaal, maar het is zeker wel manipulatie van hoe je naar dingen kijkt. En dan als laatste hebben we ook nog clickbait. En clickbait is wel een tegenwoordige, zeker huidige vorm van nepnieuws. En dat houdt in dat er heel veel berichten op het internet rondgaan met een schreeuwerige titel waar je op wil klikken. En er wordt je aas voor gehouden, daarom ook de term clickbait. Bait betekent gewoon het aas wat je voor wordt gehouden. Het is een sensationele titel. En als je daarop klikt, kom je op een website waar alleen maar reclames op staan. En de maker van de website kan dus geld verdienen doordat die reclames worden bekeken. Dus doordat jij de website bezoekt, krijgt de maker al geld binnen. Vorige keer had ik een voorbeeld van Herman den Blijker. Ik heb nu een vrijwel identieke vorm gevonden. En dat is deze. We zullen hem missen. Het werd bekend over het lot van Gordon. Niemand had dit verwacht.
Hele vage titel. Foto van Gordon erbij. Het logo van het Algemeen Dagblad. En dit is gewoon een gesponsord bericht op social media. Het is ook helemaal niet door het AD gedeeld. Want je ziet ook de naam bovenaan van de deler. Ja, dat is gewoon een Engelse of Amerikaanse naam. Waarschijnlijk ook een verzonnen persoon hoor. Het zal geen bestaande persoon zijn. Maar dit soort berichten wekt een gevoel van nieuwsgierigheid. Het klinkt sensationeel. Er is iets met Gordon gebeurd. Mensen zijn nieuwsgierig van, oh, wat is er met Gordon gebeurd? Ze klikken erop en de maker krijgt geld. Nou, dit is dus een vorm van clickbait. Er is namelijk niks gebeurd. Er is geen verhaal op die website. Er staat misschien wel een tekst over Gordon, maar niks sensationeels, maar heel veel reclames tussendoor. En dat is hoe deze vorm van nepnieuws werkt. Ja, wat ik dan wel even wil noemen, misschien herken je wel de volgende situatie. Je bent een keer op zoek naar een nieuwe wasmachine. Je merkt dat de oude wasmachine waarschijnlijk binnenkort een keer kapot gaat. En je gaat op Google op zoek naar wasmachines. En in de hele week erna zie je alleen nog maar reclames van wasmachines voorbij komen. Op je social media, op je Facebook, maar ook als je bijvoorbeeld naar een nieuwswebsite gaat waar wat reclames op staan. Ook daar zie je ineens allemaal wasmachines. Hetzelfde geldt misschien ook als je vakantie gaat boeken. Ineens zie je alleen maar vakantiereclames voorbij komen. Nou, bedenk dat als dit gebeurt, dat dit ook kan gebeuren met nieuwsberichten. Dus stel je kijkt heel veel kattenfilmpjes, dan krijg je de rest van de periode alleen nog maar kattenfilmpjes voorgeschoteld. Maar dat kan dus ook gebeuren met iemand die dus bijvoorbeeld een complottheorie gelooft. Stel dat iemand inderdaad twijfelt aan de overheid of twijfelt aan het hele verhaal rondom corona en die gaan dat opzoeken op Google, dan zullen zij in de periode daarna meer vergelijkbare berichtjes zien. En dat maakt het dus wel wat gevaarlijker. Kijk, als het gaat om kattenfilmpjes is het redelijk onschuldig dat je alleen nog maar kattenfilmpjes ziet. Maar als je dus gelooft in de problemen rondom vaccineren en je twijfelt en je gaat dit opzoeken en je vindt dus alleen nog maar berichtjes die dat bevestigen, ja, dan wordt het wel gevaarlijk. Nou, hoe kan dit? Dit komt door wat wij noemen een filterbubbel. Een filterbubbel ontstaat namelijk dat als jij bepaalde berichten liked, of een duimpje geeft, of daar een reactie op plaatst, dan ga je meer van dat soort berichten zien. En dat komt door bepaalde wiskundige formules die worden toegepast door deze websites. Dat noemen we algoritmes. En die algoritmes die hebben eigenlijk één functie, namelijk het nieuws voor jou personaliseren. Dus Facebook, maar ook YouTube en ook Instagram, die willen jou nou ja, eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden. Dus als zij met zo'n wiskundige formule erachter komen dat jij kattenfilmpjes leuk vindt, dan willen ze jou nou ja, een beetje te vriend houden. Ze willen jou pleasen. Ze gaan nog meer kattenfilmpjes tonen, want dat vind jij blijkbaar leuk. Dus ze willen jou zo lang mogelijk op die website houden door jouw tijdlijn zo te personaliseren dat je alleen nog maar dingen ziet die jij leuk vindt. Dus als jij heel veel kattenfilmpjes leuk vindt of heel veel items bijvoorbeeld over oude auto's leuk vindt, dan ga je dus heel veel foto's en berichten over oude auto's zien. En dat kan op zich geen kwaad, alleen het werkt dus hetzelfde met iemand die dus in complottheorieën gelooft. Dus als iemand helemaal daar wat vaker een duimpje bij heeft gegeven of het heeft geliked of op heeft gereageerd, gaat hij meer van dezelfde berichten zien. En dat is wat wij dan een filterbubbel noemen. Namelijk, je ziet alleen nog maar berichten die jouw ideeën bevestigen. Dus jouw brede blik wordt heel klein en je zit dus wat wij noemen in een filterbubbel. En dat is dus een bubbel van eenzijdige informatie, waarbij je dus niet het hele verhaal te horen krijgt, want jij ziet alleen maar de berichtjes op social media en alleen maar de berichtjes die jouw ideeën bevestigen. En dat is wel wat gevaarlijker. En Lubach die heeft het ooit een keer in zijn show de fabeltjesfuik genoemd, maar dat is het dus wel. Het is een val waar je in kan lopen, waarbij je dus alleen maar dezelfde berichten ziet die jouw ideeën bevestigen en jij kan geloven dat de hele wereld er zo over denkt. En dit gebeurt bij alle onderwerpen. Wat ik zei, dus ook bij kattenfilmpjes en ook als je alleen maar auto's bekijkt. Maar dus ook als jij dus gelooft dat er dus problemen zijn met de verkiezingen in Amerika. Dan kan je dit dus ook gaan geloven. Omdat de website zo werkt dat ze ja, alleen nog maar
deze bericht aan jou tonen. Want dit vind jij blijkbaar leuk, dus blijf je langer plakken. Dus het personaliseren, ze doen het niet om jou voor de gek te houden. De website doet het om jou te vriend te houden, om jou te laten zien wat je leuk vindt. Maar ja, dat is dan wel het gevaar dat je dus in zo'n filterbubbel terechtkomt. En dat je dus alleen nog maar berichten hoort die passen bij jouw visie. En je mist dus de brede blik naar andere meningen. Je mist ook andere visies. Je mist ook andere media dan. Dus de oplossing al vrij snel, hoe kom je uit zo'n filterbubbel, is meerdere informatiebronnen raadplegen. Dus niet alleen maar die social media, want ja, die gaat alles personaliseren. Maar lees bijvoorbeeld ook kranten. lees ook eens tijdschriften. Probeer eens informatie te zoeken op een website die niet personaliseert. Startpage is er één, of DuckDuckGo. DuckDuckGo, dat zijn eigenlijk zoekmachines net als Google. Maar zij personaliseren niet. Dus zij onthouden niet wat jij in het verleden leuk vond, maar beginnen helemaal anoniem met de nieuwe zoektocht eigenlijk. En dus krijg je meer berichten ook van andere meningen. Ja, ik ga even wat technieken uitleggen hoe nepnieuws nou zo groot kan worden en hoe dat dan ook wordt verspreid. Een deel is ook een beetje onze eigen psychologie, namelijk hoe wij naar nieuws kijken. En een deel zijn ook gewoon de trucjes van de makers. Dus het is aan de ene kant ons eigen brein wat ons voor de gek houdt. En aan de andere kant ook gewoon trucjes die de makers toepassen. Ik ga ze allebei even uitleggen. Allereerst ons eigen brein. Waarom trappen we erin? Dus dit is echt een beetje, ja, ik zou niet zeggen onze eigen schuld, want we kunnen er niet zo heel veel aan doen. Maar we geloven nepnieuws gewoon erg snel. En dat heeft dus te maken met ons brein, zoals ik al zei. Namelijk, we zijn eigenlijk zo geconditioneerd dat we eigenlijk alles wat we horen en lezen gelijk aannemen voor waar. Dat is gewoon hoe ons brein werkt. En daarna gaan we pas nadenken van, oh, klopt het wel wat ik nu hoor? Dus het is niet zo dat we heel wantrouwend zijn bij alles wat we horen. We nemen gewoon dingen aan voor waar en daarna gaan we pas kritisch nadenken van, klopt dit wel? En het punt is, in de huidige maatschappij zijn we gehaast. We willen dingen snel doen, we willen dingen snel weten. En die laatste stap slaan we dus nog wel eens over. Dus wij lezen iets en we gaan door. Terwijl die stap van, is dit nou wel waar? Klopt het nou wel wat ik net heb gelezen? Ja, die stap slaan we over. We nemen de tijd niet meer om kritisch te lezen. We hebben haast. En er is ook natuurlijk steeds meer informatie te lezen. Zeker op social media scrollen we heel snel door berichtjes. Nou, dat betekent dus ook dat we heel snel doorgaan naar het volgende bericht. En die kritische stap dus overslaan. En ik moet ook wel zeggen dat we ook heel snel zaken geloven die passen bij onze bestaande ideeën. Even een historisch voorbeeld. In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam Hitler bijvoorbeeld op met dat de Joden overal de schuld van moesten krijgen. Het verliezen van de Eerste Wereldoorlog, de economische crisis, noem maar op. En mensen hadden ergens dat idee al wel een beetje. Dat idee was namelijk al verder verspreid. Het was al vaker voorbij gekomen. Het was een minderheid in Duitsland. Maar het zorgt ervoor dat Hitler dus nepnieuws verspreidt. Maar ergens geloofden mensen dit toch al een beetje. Het was niet compleet nieuw. En daarom kan het ook heel goed aanslaan. Dus nepnieuws gaat vaak over dingen die we of al geloven of al eerder hebben gehoord. Vermoedens die we hebben, dingen waar we nog over twijfelden. En als nepnieuws dan zogenaamd met het bewijs komt, nou, dan is het blijkbaar zo. En dat is het gevaar. Vaak komt het ook bijvoorbeeld uit over actualiteiten. Dus als er in de politiek heel veel wordt gepraat, bijvoorbeeld over de hypotheekrenteaftrek, of er wordt gepraat over de saldering van de zonnepanelen, dan krijg je ook steeds meer nepnieuwsberichten die daarover gaan. Want het is actueel. En dan zou je ook wat meer misschien phishing mails erover krijgen. Maar dat is dus wel hoe het werkt. Ze kijken naar de actualiteit en ze kijken ook naar dingen die wij al een beetje geloven. Het gevaar ook is dat nepnieuws zo wordt geschreven dat we ook hopen dat het waar is. Het is soms namelijk ook wel positief nieuws. Dat bijvoorbeeld iemand heel makkelijk met een trucje een loterij heeft gewonnen.
Dus iemand die zogenaamd het systeem heeft gekraakt, hè, dat klinkt zo mooi, alsof wij dat ook kunnen, alsof we allemaal miljonair kunnen worden. Nou, dat is ook nepnieuws, wat we graag willen geloven, we hopen dat het waar is, hè, er worden overtuigende details aan toegevoegd en dan geloven we het ook gewoon gelijk. Ik geef je een voorbeeld, uit onderzoek blijkt, chocola helpt tegen stress. Nou, dat klinkt toch leuk? En dit gaat misschien al meer dan 10 jaar rond op het internet. En al 10 jaar geloven we dit. Maar wat blijkt, als je goed dit onderzoek doorspit en je gaat goed lezen wat er nou precies is gebeurd, nou, dan bestaat het hele onderzoek slechts uit 5 testpersonen. En de conclusie was niet eens zo heel eenduidig. De conclusie was niet eens zo heel erg duidelijk van nou, dit is het voordeel. Maar toch wordt dit onderzoek steeds herhaald. Omdat we hopen dat het waar is, blijft het ook in ons brein hangen. Dus misschien heb je al 4, 5 keer ergens gelezen dat het nep is. Toch blijft het hangen omdat we ergens nog hopen dat het waar is. En hetzelfde geldt ook dat we soms verhalen van influencers geloven op het internet. Hè, dus aan de ene kant hebben we influencers die op internet verkondigen. Ja, brood eten is slecht voor je en daar moet je mee stoppen, want daar is het lichaam niet voor gemaakt. En dan hebben ze allemaal gekke voorbeelden. Als je goed gaat zoeken, kom je bij het voedingscentrum uit die gewoon wetenschappelijk heeft onderzocht dat broodjes goed voor je is. Maar omdat we ergens dan denken van, oh, dan hoef ik geen brood meer te eten, hoop je of zo dat het waar is en geloven dus ook snel zo'n influencer. Dus ja, de bron zegt ook wel iets. Ja, dan gaat het ook nog over het volgende. Nepnieuws gaat ook vaak uit van hè, dingen die we hopen dat het waar is. Maar vooral ook sensatie en emotie. Het zijn vaak berichten die heel zielig zijn. Of sensationeel. Dus dat het echt wereldschokkend is. En dan wil je het ook delen. En dat is ook een gevaar. We sturen dit soort berichten snel ook door naar anderen. Dus we doen er zelf ook aan mee. Zeker bijvoorbeeld de volgende thema's. Als het gaat om kinderen, misbruik. Er zijn slachtoffers gevallen. Het is een BN'er die gedupeerd is. Als het om dieren gaat. Of er is een mishandeling van of dieren of kinderen. Dan vergeten we even ons rationele brein. En dan willen de dader echt aan de schandpaal nagelen. Dus dan willen we dat bericht ook zo snel mogelijk delen. Dus stel dat er een bericht op internet komt over dat er dieren mishandeld worden. Dan delen we dat massaal op het internet. Want dat vinden we zielig. Maar we weten niet eens of de dader het ook echt wel gedaan heeft. En dat is een gevaar. We zijn dan heel snel met het delen van onze mening, terwijl we eigenlijk niet goed checken van klopt dit bericht wel. Ik geef een voorbeeld. Een paar jaar geleden kwam er een bericht rond op het internet over een hartwormbesmetting. Van honden die over kon slaan naar baby's. En een hartwormbesmetting komt bij honden inderdaad wel voor. Dat is een ziekte bij honden. Waardoor inderdaad dus letterlijk wormen in het hart leven en uiteindelijk overlijdt de hond. Bestaat inderdaad, maar wat was nou het bericht wat op het internet rondging? Dat als je je baby in de buurt van honden liet komen, dat die ziekte over kon slaan naar de baby, waardoor de baby doodging. En dan hadden ze een foto van een hart met allemaal wormen erin. En mensen vonden het verschrikkelijk. En mensen gingen het massaal delen van hou je kind uit de buurt van honden, want het is gevaarlijk en dan gaat je baby dood. Nou, dat was dus compleet nep. Het hart wat je zag was van een hond, niet van een baby. En als je goed zoekt, is de ziekte helemaal niet overdraagbaar naar baby's. Dus dit is een bericht wat we zielig vinden, want dieren gaan dood, baby's gaan dood. Er zit een foto bij en we hebben allemaal dat idee van, we moeten mensen waarschuwen dat ze hun baby uit de buurt van honden moeten houden. Maar dat was dus helemaal niet zo. De ziekte is niet overdraagbaar, maar we willen onze omgeving waarschuwen. Dus gaan we massaal dit bericht delen. Zonder eerst na te denken van, is dit wel waar? Dus dan is het sensatie, het is emotie. We willen mensen helpen door ze te waarschuwen. Maar er is niks aan de hand. En daardoor doen we er wel aan mee. Ja, dus dit is een beetje hoe ons eigen brein werkt en wat dus gevaarlijk is, want dan zitten we onszelf in de weg. Maar aan de andere kant zijn er ook nog gewoon technieken die
de makers zelf toepassen. Dus ik ga ook nog twee technieken noemen die de makers zelf toepassen voor succesvol nepnieuws. En de eerste daarvan is astroturfing. En ik ga eerst even uitleggen wat het is voordat ik de titel uitleg. Het is een gek woord. De meeste van jullie zullen dit woord ook niet kennen. Dus ik ga eerst even uitleggen wat het is. Het hele idee achter astroturfing is dat een PR-bureau een campagne gaat opzetten vol met leugens. Maar dit is niet zomaar even berichtjes op social media delen. De berichten zien eruit alsof ze van burgers komen. Dus een burgerinitiatief. Dus er staat niet bij dat het een bedrijf is, maar het is één persoon. En die komt dan met een nepbericht. En in dat nepbericht wordt een bedrijf gepromoot of een kandidaat of een partij voor de verkiezingen of een bepaalde organisatie. En het is soms propaganda voor zichzelf of juist om een ander bedrijf zwart te maken. Maar het idee is dat het lijkt alsof het van een burger komt, maar het is gewoon een heel PR-bureau. En zij betalen dan ook mensen om dit dan ook te gaan promoten. Dus het is een PR-bureau die een eigen campagne bedenkt. En die gaan dus mensen betalen om dat bericht dan ook te delen. Of om een politicus te promoten. Of om een mening te promoten. Dus dit is helemaal in scène gezet. Maar het lijkt alsof het van één burger komt. En daardoor word je gewoon voor de gek gehouden. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar China, daar hebben ze hele like-fabrieken. Daar hebben ze gewoon kantoren van 10 verdiepingen. En daar zitten honderden mensen met allemaal telefoons en computers. En de telefoons zijn soms automatisch geprogrammeerd. Soms zitten er dus ook nog mensen bij. En die gaan alleen maar berichten liken. Dus zo'n PR-bureau lanceert een bericht uit naam van één persoon. En dan bijvoorbeeld zo'n like-fabriek gaan al die berichten liken. En zo'n bericht wordt dus mega populair. En dan komt het op onze tijdlijn terecht, want het is blijkbaar heel populair. Terwijl het is in scène gezet en jij denkt het is een berichtje van één persoon die daar gewoon zijn mening deelt. Nee, het is manipulatie door een bedrijf. Nou, nu ga ik uitleggen waar dan de naam vandaan komt. Kijk, je wordt hier voor de gek gehouden. Hè? Het lijkt van één persoon te komen, maar er zit een bedrijf achter. Nou, astroturfing. AstroTurf is een bedrijf in Amerika dat kunstgras verkoopt. Alleen zij verkopen het met het idee, het lijkt op echt gras. Dus AstroTurf is een bedrijf dat iets verkoopt wat nep is, maar het lijkt op echt. Dus op zich heeft het bedrijf AstroTurf niks met nepnieuws te maken, want ze zeggen ook niet dat het echt gras is. Ze zeggen ook eerlijk, het is nepgras, maar het ziet eruit als echt gras. En dat is, ook daar kun je mensen voor de gek houden met je gazonnetje, dat het wel heel groen is. Maar daarom is deze term hiervoor gebruikt. Je gelooft dat het een berichtje is van een goed bedoelende burger. Maar er zit een hele campagne van een PR-bureau achter. En daar moet je dus wel een beetje doorheen kunnen kijken. Maar dit is dus heel moeilijk. Hè? Want een bericht wordt dus door honderden mensen geliked. Maar die mensen bestaan misschien niet. Het is een like-fabriek uit China. Dus je wordt voor de gek gehouden. Dus dit is één techniek die wordt toegepast. AstroTurfing. Een bedrijf zet een campagne op. En je hebt een hele like-fabriek die dus al die berichten gaat liken, waardoor een bericht heel populair wordt en op veel meer tijdlijnen te zien gaat zijn bij steeds meer andere mensen. Dat is techniek nummer 1. Techniek nummer 2 noemen we card stacking. En card stacking, nou, daar kan ik snel over zijn. Dit is eigenlijk een beetje net als bij een goochelaar die zijn eigen kaartendek gaat schudden. Voor zijn truc heeft hij bepaalde kaarten nodig en hij weet precies in het kaartendek waar die kaarten ook zitten. Dat is gewoon het manipuleren van je dek met kaarten. Nou, dat is eigenlijk hier ook. Je hebt dus een nepbericht en je onderbouwt het met heel veel data en statistieken. En soms is het ook gewoon expres interpreteren van feiten en cijfers. Dus het ook gewoon verkeerd opvatten. Cijfers en feiten die dat dan weer tegenspreken, die vertel je gewoon niet. Die noem je gewoon niet, die negeer je. Je vertelt dus maar het halve verhaal. Dus ook hier wordt de kijker gemanipuleerd. Maar eigenlijk door een soort goocheltruc. Je manipuleert en je gaat goochelen met cijfers. Je gaat goochelen met data. Dus je noemt wel heel veel data. Maar de kijker weet niet, is dit nou echt of niet? En wat mis ik? Daarom ook dit plaatje. Dit plaatje is van KFC. Hier wordt gezegd, now with 0 grams of trans fat. Nou, dit is heel mooi. Ja,
Maar het is gefrituurde kip. Dus er moet ergens wel een vet worden gebruikt. Een olie, een boter of wat dan ook. Maar je zegt hier dus dat er 0 gram transvet in zit, maar je noemt niet welke andere vormen van vet erin zitten. Nou, en dat maakt het dus dat je hier dus te maken hebt met kaartstekking. Namelijk, het bericht is zo gemanipuleerd dat je niet het complete plaatje krijgt. Want je krijgt niet te horen welke vetten er wel in zitten. Dus dit is ook manipulatie, hoe nepnieuws wordt verspreid. He, dus ook bijvoorbeeld wat ik net zei over dat onderzoek met die chocola, het helpt tegen stress. Ook daar worden bepaalde feiten weggelaten, bepaalde feiten worden niet genoemd, data wordt overdreven. Nou, je manipuleert je eigen kaartendek om je goocheltruc op te bouwen. En daarom heet dit card stacking. Ja, en je bagatelliseert dus ook negatieve effecten, hè? Dat natuurlijk ook. Hè? Dat noem je gewoon niet. Je richt je echt op het positieve. Dus je bent niet heel neutraal bezig. Dit is echt ja, het manipuleren en maar één kant van het verhaal belichten en de andere kant negeer je gewoon. Nou, als dat dan eenmaal is gebeurd, dus je hebt AstroTurfing toegepast, je hebt een nepbericht wat geliked wordt door honderden mensen. En dan heb je ook nog cardstacking toegepast door heel veel leuke feitjes te noemen, maar negatieve dingen gewoon te negeren. Daarna wordt het heel snel gedeeld door ook weer manipulatie. Zo'n nepnieuwsbericht wordt dan bijvoorbeeld verspreid door social bots. Komt van het woord robot. Alleen dit zijn robots op social media. Daarom heet het social bots. En deze bots, dat zijn niet eens bestaande mensen. Dit zijn allemaal accounts op social media die niet bestaan. Het zijn door de computer gemaakte accounts. Dus ze hebben wel een profielfoto, er staat een naam, maar het is geen bestaand persoon. Dit is ook weer net als die like-fabrieken in China. Honderden tot duizenden accounts van mensen die niet bestaan, met een nepfoto, met een nepnaam. En die gaan al die berichten delen, waardoor zo'n bericht mega populair wordt. Dus je hebt al een nepbericht, maar om het dan ook nog te kunnen verspreiden, moeten duizenden mensen dit wel leuk vinden, dus liken. Nou, en dat doe je dus door nepaccounts. Nou, een andere techniek die ook nog wordt toegepast, is het manipuleren van zoekmachines. En dat is gewoon veel geld betalen. Dus als jij betaalt, dan sta je bij Google bovenaan als gesponsord bericht. Dus als je zelf op Google iets zou zoeken, dan zou ik zeggen, de eerste twee of drie zou ik zelfs overslaan en kijk wat lager in je lijst. Zodra er gesponsord bij staat, ja, wordt er geld voor betaald en geloof ik het al niet meer, dan vind ik het niet betrouwbaar. Maar dat is dus ook het manipuleren van wat mensen dus tegenkomen op internet. Dan heb je ook nog trollen. En trollen zijn mensen die het leuk vinden om discussies aan te gaan. En soms doen ze het vrijwillig, omdat ze gewoon een beetje vreemd karakter hebben. En soms zijn ze betaald. Maar trollen zijn mensen die het leuk vinden om extreme meningen te delen, om discussies aan te gaan, om te beledigen, om te chockeren, gewoon reacties uitlokken. En wat ik al zeg, soms doen ze het vrijwillig, gewoon puur omdat ze zo zijn. Gekke reacties op social media, heel gemeen zijn. Dit is heel vervelend gedrag, maar soms krijgen ze er ook voor betaald. En dit zorgt voor discussie. En die discussies zorgen weer voor meer reacties onder een bericht, waardoor het weer populair wordt. Dat is hoe social media werkt. Hoe meer reacties, hoe populairder het bericht. Dus trollen hebben daar ook een functie in. Helaas. Het liefst zouden we ze allemaal willen blokkeren. Maar ja, dat valt onder vrijheid van meningsuiting. Zij mogen zeggen wat ze willen. Het is heel moeilijk om dit aan te pakken op social media. En dan hebben we dus ook echt hele trollenlegers legers en trollenfabrieken, waar dus de betaalde mensen zitten om dit te doen. En helaas, als laatste, doen we hier zelf ook dus mee. Hè, het voorbeeld wat ik net gaf over dat hart met die wormen, dat hebben we ook zelf massaal gedeeld. Tuurlijk is het ook gedeeld door die social bots en het is ook gedeeld door trollen, maar we delen het zelf ook, want ja, we willen de mensen in onze omgeving waarschuwen. Dus nepnieuws. We doen er zelf ook aan mee. En dat maakt het heel erg lastig. Ja, dus dit zijn de verschillende technieken hoe nepnieuws wordt gecreëerd en hoe het werkt. Het is een deel ons eigen brein. We willen snel iets geloven. We hopen dat het waar is, want we kunnen een prijs winnen.
We delen het ook omdat we mensen willen waarschuwen, want we zijn gewoon heel betrokken ook met onze omgeving. Maar aan de andere kant word je gemanipuleerd door social bots, trollen, door de termen kaartstekkingen, het goochelen met je feiten en de astroturfing, het nepnieuws waarvan je niet eens doorhebt dat het nep is. Ja, dat maakt het allemaal heel moeilijk. Maar weet dus dat je wordt gemanipuleerd en dat je niet alles moet geloven op social media. Nou, dan gaan we eens even kijken naar wat voorbeelden van nepnieuws in de huidige tijd. We gaan wat voorbeelden bespreken. Bedenk ook wel, ik ga voorbeelden geven van nepnieuws en ook complottheorieën. En het is wel heel belangrijk om het verschil ook te weten. Er zit namelijk een heel groot verschil in het motief. Bij nepnieuws is het heel belangrijk om ook het motief te weten. Hè, zoals ik aan het begin al zei, is het gemaakt voor satire? Is het gemaakt voor parodie? Is het gemaakt voor een reclame in een supermarkt? Of is het gemaakt om verkiezingen te beïnvloeden? Dat motief is heel belangrijk. En dat maakt in dit geval ook heel veel uit bij complottheorieën en nepnieuws. Namelijk, mensen die een complottheorie verspreiden, zullen vaak ook dat ook echt geloven. Dus zij zien het niet als nepnieuws. Zij zien het als passie, omdat ze hun mensen willen waarschuwen. Zij willen hun medemens helpen. Ze willen hun medemens waarschuwen van: kijk uit, jongens, dit is gevaarlijk. Die 5G-masten zijn gevaarlijk. Of coronavaccins zijn gevaarlijk. Zij geloven dat vaak. En de maker van het nepnieuws is vaak nog wel een beetje twijfelachtig en die gelooft er niet altijd in. Maar de mensen die het delen, zijn wel de mensen die er echt in geloven. Terwijl als er nepnieuws wordt verspreid, dan is het vaak echt wel om er financieel beter van te worden of om bijvoorbeeld verkiezingen te beïnvloeden. Dus daar zit wel een verschil in over of je het nepnieuws ook echt gelooft of niet. En bij complottheorieën, ja, zit er echt wel een bepaalde passie in dat mensen dat echt wel geloven en daarom de medemens willen waarschuwen. Ik ga wat voorbeelden geven van nepnieuws. Allereerst vind ik een hele leuke en ook wel goede manier van nepnieuws. Dit is namelijk een test geweest. Je ziet daar een foto van Uba Butler. En Uba Butler komt uit Engeland en hij is een schrijver, filmmaker, een beetje een soort van journalist. En hij had wat kritiek op TripAdvisor. Nou, TripAdvisor is een pagina waar je allemaal recensies kan lezen over hotels, recensies over restaurants, recensies over plekken waar je heen kan gaan als je op reis gaat. Dus restaurants, hotels, huisjes, organisaties, noem maar op. Alleen Uba Butler had het idee dat die recensies niet altijd werden gecontroleerd. Dus hij wilde dit testen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een nep-restaurant verzonnen. Dus hij heeft een nep-restaurant verzonnen. En in 2017 is hij erin geslaagd om het op nummer 1 bij TripAdvisor te krijgen. Dit werd het meest exclusieve restaurant van Londen. En het kon bij TripAdvisor uiteindelijk op nummer 1 te staan. Het hele restaurant bestaat niet. Zijn hele plan was dus gewoon aantonen hoe nep is TripAdvisor. En in werkelijkheid, hij noemde het ook The Shed at Dulwich, zo heette het restaurant. Het was letterlijk gewoon zijn eigen tuinhuis. En dit is, ik heb er een documentaire over gezien. Ik vind het hilarisch. Je moet het echt een keer gewoon op internet opzoeken. Maar wat heeft hij dus gedaan? Hij had een website. Daar heeft hij hele mooie foto's van eten op geplaatst. Trouwens ook allemaal nep eten. Het was niet eens echt eten, maar het mooie opgemaakte borden met schuim en noem maar op, van alles op die borden. Van de menus, die heeft hij op de website geplaatst. Hij had een telefoon die hij eigenlijk nooit opnam, of alleen maar om te zeggen: nee, sorry, we hebben geen plek. En zo begon het. Hij heeft wat familie en vrienden gevraagd om wat nep reviews te geven. En mensen wilden wel bij dit restaurant gaan eten. En het feit dat ze elke keer te horen kregen van: nee, het zit vol. Daardoor werden mensen nieuwsgierig van: oh, dit is blijkbaar heel populair, want het zit altijd vol. Dus hoe meer hij mensen ging afwijzen, hoe populairder het werd. Mensen werden nieuwsgierig. Mensen wilden daarheen. Zeker ook beroemde mensen. Ja, dit is dus echt wel hoe nepnieuws zich kan verspreiden. Mensen wilden meedoen aan deze hype, terwijl niemand er ooit was geweest. Maar mensen gingen dus ook op TripAdvisor
zeg maar een review achterlaten dat ze er waren geweest. Dat bestond niet. Maar mensen wilden hier zo graag aan meedoen dat ook beroemde mensen op TripAdvisor zeiden: Oh, we hebben hier heerlijk gegeten. Wat een fantastisch restaurant. En die maker, Uba Butler, vond het fantastisch. Dit heeft wel maanden gekost, hè? Maanden van mensen afwijzen, de mythe in stand houden. Maar het is uiteindelijk gelukt. TripAdvisor, hoe meer dus beoordelingen binnenkwamen die allemaal positief waren, hoe hoger dat restaurant kwam te staan op de ranklijst, hè, de ranglijst zeg maar van hun. En uiteindelijk, na maanden, is het gelukt en stonden ze op één. En TripAdvisor heeft dus niks gecontroleerd. Dat is eigenlijk het doel wat Uba Butler duidelijk wilde maken. Van jongens, er is helemaal geen restaurant. Dus uiteindelijk, om een beetje de zeepbel te laten spatten, heeft hij 20 mensen uitgenodigd in zijn eigen tuin. Heeft hij magnetronmaaltijden opgewarmd en die geserveerd. En dat was zeg maar het einde van het restaurant. Maar het is hilarisch hoe dit allemaal werkte. Mensen gingen sollicitatiebrieven schrijven omdat ze er wilden werken. Bedrijven hebben de promotiemateriaal naartoe gestuurd. Maar niemand kon het ook echt vinden, want het was een huisnummer wat ook niet echt bestond. Ja, het was zijn eigen achtertuin. Maar hoe hij dit heeft aangepakt is echt hilarisch. Maar vooral ook hoe mensen hier eens aan mee willen doen. Zonder het te weten hebben ze dus meegeholpen aan het promoten op TripAdvisor, terwijl het hele restaurant niet bestond. De eerste paar reviews die waren dus echt nep, want die waren van familie en vrienden die op de hoogte waren. Alle andere honderden reviews hebben mensen zelf geschreven, gewoon puur om op te scheppen dat ze hier waren geweest. En zo nep is TripAdvisor. Nou, tuurlijk, TripAdvisor heeft uiteindelijk wel daarna zijn beleid gewijzigd en gezegd dat ze meer gaan controleren. Maar dit is hoe je nepnieuws kan verspreiden. Alleen in dit geval vind ik hem positief, want het was om te bewijzen hoe nep TripAdvisor was. Een ander voorbeeld van nepnieuws. Deze foto. Waarschijnlijk heb je hem ooit al een keer op het internet voorbij zien komen. Hij bestaat al 20 jaar. En het verhaal gaat elke keer dat de eigenaren geen vergunning zouden krijgen om een overkapping te bouwen voor hun paarden. En dat die paarden dus heel zielig altijd buiten staan. En elk jaar zie ik deze foto wel voorbij komen. De ene keer gaat het over een gemeente in Nederland, de andere keer een gemeente in België. Maar mensen gebruiken deze foto om te klagen over hun gemeente. Want het zijn ambtenaren die hun werk niet goed doen. Dit is zielig voor de paarden. Hè? Al die stomme regels en al die stomme vergunningen. We moeten gewoon voor die paarden zorgen. Dus mensen gebruiken dit echt als kritiek. Maar in werkelijkheid valt het allemaal wel mee. In werkelijkheid, als je goed gaat zoeken op internet. En dat is belangrijk bij nepnieuws. Goed zoeken. Als je goed gaat zoeken, kom je erachter dat deze foto al 20 jaar oud is. Het komt uit Duitsland. En dit is een akker van een boer. En een paar deuren verder zit een houthandelaar. En die houthandelaar heeft gewoon gevraagd: Mag ik ter reclame van mijn houthandel wat meubelstukken in jouw weiland zetten? Dit is gewoon een reclame-stunt, een PR-stunt voor een houthandelaar. Alleen de. Men vergeet het verhaal erbij en men gebruikt alleen de foto. Dus de context wordt veranderd en men gaat ineens klagen over hun eigen gemeente, wat voor asociale dierenmishandelaren daar achter de kantoren zitten, achter de bureaus, omdat ze geen vergunning geven. Maar het ging dus helemaal niet om een vergunning. Dus dit soort verhalen, ja, bewijst maar weer goed zoeken, goed kijken naar wat het verhaal achter een foto is. Nou, ook dit valt dus eigenlijk onder een soort van complottheorie, want men gelooft dus dit verhaal gelijk hoe slecht de gemeente is en dat er wat aan gedaan moet worden. Ik ga wat meer complottheorieën delen. Hier zie je een hele lijst, hè, de chemtrails, dus dat zijn die strepen die je in de lucht ziet achter vliegtuigen. Hè, mensen geloven dat daar chemicaliën in zitten die expres worden verspreid door de overheid. Dus dat er die vliegtuigen die stoten chemicaliën uit als een soort chemische oorlogsvoering. Iets onschuldiger, de aarde is plat. 5G-masten zorgen voor vogelsterfte. De Holocaust heeft nooit bestaan, hè, dus het vermoorden van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. We zijn nooit op de maan geweest, want dat is een nepvideo. UFO's bestaan en de overheid houdt ze geheim.
De CIA heeft Marilyn Monroe vermoord en waarschijnlijk ook JFK. De wereldmacht is in handen van reptielen. En 9-11, de aanslagen op de World Trade Organization, die twee torens, is een actie van de Amerikaanse overheid. Ja, je ziet dat het vaak verhalen zijn die problemen moeten verklaren. Dus er gebeurt iets en wat zit erachter? En als we de werkelijke verklaring niet helemaal voldoende vinden, gaan we op zoek naar een andere alternatieve verklaring. Dus de moord van een president, de aanslagen op de Twin Towers. Nou, dat zijn hele heftige gebeurtenissen. En dan gelooft men de reguliere verklaring niet en gaat men dus op zoek naar andere verklaringen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Holocaust heeft nooit bestaan. Als je dat te hard roept, dan word je aangeklaagd. Want dat is in heel veel landen verboden. Hè, er zijn mensen die hier echt lezingen over geven. Die krijgen vaak ook of een boete of een gevangenisstraf. Dit zijn wel heftige verhalen die rondgaan. Maar dat is dus strafbaar. Alle andere zaken zijn wat onschuldiger. Maar 9 van de 10 keer heeft het dus wel te maken met wantrouwen naar de overheid. Dus complottheorieën. Kijk, de aarde is plat. Dat is niet zozeer gericht op de overheid. Maar eigenlijk alle andere wel. He, dus de overheid houdt ons voor de gek dat we op de maan zijn geweest. En de overheid, zeker in Amerika, is daar heel veel wantrouwen. He. Dus ook de moord op JFK, 9-11, is allemaal heel erg in Amerika. Dus heel veel wantrouwen richting overheid is daar ook wel aanwezig. Mocht je dit nou interessant vinden, op NPO Start staat de serie The Outsiders. Is een Nederlandse serie waarin met Nederlandse complotdenkers wordt gesproken. En heel veel van die zaken zijn ook best onschuldig hoor. Bijvoorbeeld er komt een groepje mannen aan bod die dus inderdaad geloven dat aarde plat is. Ja, daar zie ik weinig gevaarlijks in. Dat is hun beeld, letterlijk hun wereldbeeld. Dat is niet zozeer gelijk gevaarlijk. Maar sommige dingen kunnen wel wat gevaarlijker zijn. Maar het is een hele interessante serie om ook eens te kijken hoe zij naar dingen kijken. Als we dan wel kijken wanneer iets gevaarlijk wordt, dan komen we uit bij dit voorbeeld. En dit is Pizzagate. Pizzagate, ja, dat komt uit juli 2016. Even kort, waar gaat het om? In Amerika geloofde men dat er een groep invloedrijke democraten was onder leiding van de Clintons, die een heel netwerk hadden van kindermisbruik. Er zouden kinderen vermoord worden. Er zouden satanische rituelen plaatsvinden op deze locatie, namelijk deze pizzatent. Comet Pingpong. En ik ga even kort uitleggen hoe dit kan uitgroeien tot een complottheorie. Want dit is een van de weinige complottheorieën waarbij we helemaal kunnen herleiden ook waar het vandaan komt. En het begon in juli 2016 op een forum 4chan. 4chan, even ter informatie, is een forum waar mensen anoniem allerlei berichten kunnen delen over de overheid, over ja, toch wel ook soms wat twijfelachtige praktijken. Zeker ook hele extreme ideeën worden hier gedeeld. Helaas ook dus racistisch, noem maar op. Maar je kan hier anoniem van alles delen. En daar wordt dus heel veel gebruik van gemaakt. Dat je daar dus heel anoniem je politieke mening kan opgeven. En uiteindelijk is er één persoon die zegt dat hij namens de FBI onderzoek doet naar de Clintons. En het zou over kindermisbruik gaan. En dat is compleet gelogen. De FBI doet geen onderzoek naar de Clintons en kindermisbruik. Maar het gekke is wel dat heel veel mensen heel erg bevestigend reageren van, oh ja, dat heb ik ook gehoord. Of, oh ja, ik heb een vriend bij de FBI, dit had het al tegen mij verteld. Dus mensen gaan reacties verzinnen om dit te bevestigen. En op dat moment komt het dus ook op Twitter terecht. En dan komt het dus een beetje op de, wat wij noemen, de mainstream media terecht. Dan gaat het dus echt een beetje naar de oppervlakte. Dus 4chan is een forum wat heel erg onder de oppervlakte blijft. Maar Twitter is natuurlijk al echt aan de oppervlakte. Dus dan komt zo'n complottheorie ineens wel naar boven drijven. En binnen 24 uur is het eigenlijk al een geloofwaardige complottheorie. Zo snel gaat het in Amerika. Duizenden berichten in 24 uur.
Duizenden mensen die hierover reageren. Men heeft een bepaalde antipathie naar de Clintons of misschien een antipathie naar de Democraten. Men is heel erg bang voor het hele kindermisbruikverhaal. Zeker omdat het natuurlijk al zo groot was met ook de kerk vlak daarvoor. Dus dit was wel heel actueel. En uiteindelijk in al die berichten wordt dus ook deze pizzatent genoemd als de locatie voor het hele netwerk. In deze pizzatent worden wel eens democraten bijeenkomsten gehouden. En de mensen op internet gaan hier allemaal dus complotten inzien. En zij denken dus dat er een codetaal wordt gebruikt. Een pizza party, zoals het werd omschreven in bepaalde e-mails die ze hadden ingezien, zouden dus codetaal zijn voor orgie. En men ging nog meer codetaal hierin bedenken, namelijk pizza zou vrouw zijn, hotdog man, kaas betekent jonge vrouw en pasta betekent jonge man. Dus als er in een mail werd gevraagd, jongens, we hebben morgen weer een bijeenkomst in de pizzatent, wat wil je eten? En iemand zei, ik wil pasta, dan wilden ze blijkbaar een jonge man. Nou, hier wordt dus allemaal codetaal ingezien die er niet is. Maar mensen gaan dit heel erg uitbreiden, mensen gaan infographics maken, dus hele overzichten met lijntjes waarbij ze dus linkjes leggen tussen mensen die er niet zijn. Epstein werd nog genoemd, hè, die op dat moment al heel erg wel berucht was met zijn feestjes. Er worden weeshuizen genoemd, adoptiebureaus, zedendelinquenten worden genoemd. Er wordt van alles bijgehaald, dingen die er niks mee te maken hebben, maar mensen gaan steeds meer informatie toevoegen. Dus men gaat ook screenshots delen en het verhaal wordt groter en groter en groter. En uiteindelijk ja, gaan ook journalisten dit verhaal dus delen en dan wordt het dus wel gevaarlijk, want dan komt het dus ook in kranten te staan. En we zitten dan vlak voor de verkiezingen. Men wil dus zeg maar de verkiezingen beïnvloeden. Trump die wint ook de verkiezingen. Of dat helemaal komt door dit verhaal, dat is moeilijk te bewijzen. De invloed van zo'n verhaal helemaal bewijzen is moeilijk. Maar het gaat nog door, want de verhalen blijven rondgaan. En het toppunt is uiteindelijk 4 december 2016 dat we Edgar Welch hebben die de pizzatent binnenloopt met een doorgeladen geweer. En op zoek is naar die kinderen. Hij wil die kinderen bevrijden. Hij geloofde echt dat hij die kinderen moest redden, dat daar een kelder zat waar die kinderen gevangen werden gehouden. En hij komt er ook binnen van waar is de kelder, waar is de kelder? En uiteindelijk gaat hij zoeken en er blijkt helemaal geen kelder te zijn. Nou, gelukkig, hij wordt gearresteerd en er wordt niemand doodgeschoten. Maar dit is dus wel hoe dus een complottheorie zo groot kan worden en wat de effecten kunnen zijn. En wat ik al zeg, dat je gelooft dat de aarde plat is, zal niet gelijk leiden tot gewelddadige opstanden. Maar dit soort verhalen kunnen dus heel gevaarlijk zijn. Mensen kunnen echt wel bijvoorbeeld een aanslag willen plegen op de Clintons vanwege dit verhaal. Nou, waarom is dit verhaal zo belangrijk? Waarom is Pizzagate dan zo belangrijk? Nou, het is een voorbeeld van dat we goed kunnen ontdekken waar complottheorieën vandaan komen. Ontdekken ook wat is de bron. Nou, natuurlijk is dit een anonieme bron, maar we zien in ieder geval dat 4chan daar wel bekend in is. En dat ze tegenwoordig ook steeds sneller groeien. Kijk, vroeger had je natuurlijk heel veel nepnieuws wat werd verspreid door of een overheid of een krant of een radio. Maar nu, door het internet, kunnen we het allemaal zelf fabriceren. We kunnen zelf complottheorieën bedenken. We kunnen zelf nepnieuws bedenken. En dat is wel het gevaarlijke. Tegenwoordig is de drempel veel lager om dit zelf te gaan verspreiden. Dus vroeger was het of een krant of een radio of de overheid die het verspreidde. En nu hebben we miljoenen mensen die het kunnen verspreiden. Dus ze groeien tegenwoordig ook steeds sneller. En ze worden dus ook ingezet om politiek te beïnvloeden. En populisten maken er gewoon graag gebruik van. Dat zie je nu met de verkiezingen. Het is vandaag de dag van de verkiezingen in Amerika. En je ziet dat aan alle kanten wordt dit verspreid. Aan alle kanten wordt hier gebruik van gemaakt. En sommige complottheorieën die blijven dus heel klein. Sommige complottheorieën die zullen nooit naar de oppervlakte komen omdat ze gewoon te klein blijven. Maar als de gewone media, dus Twitter of bepaalde nieuwswebsites, de aandacht aan gaan besteden, ja, dan kan het heel groot worden.
En ik geef even wat actuele voorbeelden. Deze bijvoorbeeld, dit krantenbericht stond gisteren in de krant. Hier gaat het bij auto's over nepberichten. Het gaat erover dat er nepfilmpjes rondgaan in Amerika, waarbij mensen in Haiti illegaal 2 keer zouden kunnen stemmen. En het is een filmpje waarin ze laten zien hoe ze dat doen. Dus dit zijn 2 mannen die dus uit Haiti komen. Ze zeggen dat ze binnen 6 maanden na aankomst in Amerika het staatsburgerschap hebben verkregen en hebben gestemd op Harris. En dat ze dus 2 keer hebben kunnen stemmen. En ze roepen andere mensen uit Haiti om hetzelfde te doen. Van kom naar de VS en dan kan je ook gaan komen stemmen. Dan kun je ook 2 keer stemmen en zo krijgen we Harris aan de macht. Nou, als je goed gaat zoeken, en onderzoekers van universiteiten in Amerika hebben ook ontdekt dat dit compleet nep is. Als je goed gaat zoeken, is dit een filmpje wat uit Rusland komt. Rusland heeft dit gemaakt om in Amerika mensen heel wantrouwig te maken naar Harris. Van blijkbaar is het nep van Harris, dus we gaan allemaal op Trump stemmen. Blijkbaar zijn deze makers dus van plan om Trump aan de macht te krijgen door nepinformatie over Harris te verspreiden. En dit is dus echt inmenging van het buitenland. Hè? Dit is dus of Rusland, maar ook verkiezingen buiten de VS krijgen hiermee te maken. Verkiezingen in Georgië en Moldavië werden ook al beïnvloed. En vaak is Rusland daarin ook wel een grote rol. Die heeft daar ook een grote rol in om dit te creëren. Maar dit soort video's gaan rond. Ik heb een ander voorbeeld wat ook rondgaat. Online desinformatie heeft een tijdje geleden geleid tot rellen in Amerika, in Engeland. En dat zijn de rellen in Southport. In Southport, UK, daar werden 3 kinderen helaas vermoord. Er was een dansles. En daar heeft een knul van 17, volgens mij was de jonge knul, heeft daar een aanslag gepleegd en 3 kinderen zijn om het leven gekomen. Nou, dit waren 3 kinderen waardoor de hele bevolking hier heel boos om werd. Want ja, dit waren natuurlijk jonge kinderen. En er werd al heel snel ergens op het internet geplaatst dat dit een islamitische migrant zou zijn. En dat gaat dus hele groei op het internet van, oh, die asociale asielzoekers en we moeten de migranten tegenhouden en we moeten aanslagen plegen op migranten. Terwijl de dader bleek gewoon uit Wales te komen. Maar dat werd gewoon echt genegeerd. Dat bericht dat hij uit Wales kwam, daar reageerde niemand op. Maar men ging dus wel online oproepen om dus een hotel met asielzoekers aan te vallen. En bewijs hadden ze niet, dat hoorden ze ook niet nodig. Het was gebaseerd op geruchten. En ook mensen gaven ook wel toe van ja, ik twijfelde aan het bericht, maar ik vond het toch belangrijk om te delen. En dat is dus het grote gevaar. Nou, uiteindelijk zijn er wel daders opgepakt, maar het is heel moeilijk om ze echt op te pakken voor nepnieuws. In de praktijk kan je ze eigenlijk alleen maar oppakken voor online haatzaaien. Want dat is echt wel strafbaar en ook bewijsbaar. Nepnieuws verspreiden is heel moeilijk te bewijzen. Dus dit is nog wat moeilijk in de huidige wetgeving. Zowel in Amerika als in Engeland als ook in Europa is het lastig om hier gelijk daders voor te pakken. Ja, je kan natuurlijk nepnieuws ook beïnvloeden of maken en het gewone nieuws beïnvloeden met bewerkte foto's. Ik ga wat foto's laten zien van nepnieuws, hoe ze gemanipuleerd zijn. Nou, hier zie je bijvoorbeeld 2 verschillende foto's. De inhuldiging van Obama is links en de inhuldiging van Trump was rechts. En Trump was niet helemaal blij met zijn foto en heeft dus ook de fotograaf gevraagd dit te bewerken. Dus hij moest erin gaan knippen waardoor het drukker leek. Nou, die fotograaf heeft het uiteindelijk ook wel toegegeven. Maar hij moest de foto zo bewerken dat het drukker leek. Dus hij is erin gaan knippen en meer inzoomen. Ja, en dan lijkt het drukker. Dat is natuurlijk ook hoe je nepnieuws kan creëren. En soms is het ook echt wel met bewijs te zien. Dat zie je hier. Dit is een foto uit 2006. In 2006 werd een jonge knul vermoord. Dat was een Joey van Holsbeek. En Joey van Holsbeek werd vermoord vanwege een roof van een MP3-speler. Dus het werd ook de MP3-moord genoemd. En uiteindelijk hadden ze een stille tocht in Brussel. Dus een optocht in zijn nagedachtenis. En uiteindelijk liep er ook echt wel 80.000 man rond. Hè? Het was ook echt druk. Alleen deze fotograaf was blijkbaar niet helemaal blij met zijn foto's en is gaan manipuleren. Dus je ziet ook dat bepaalde mensen meerdere keren op de foto staan. En ja,
dan ben je natuurlijk als journalist of als fotograaf verkeerd bezig. Je moet ten alle tijde natuurlijk de reguliere kranten, en in dit geval het Franse AFP, moet je gewoon kunnen vertrouwen. En dan moet je geen fotograaf hebben die zijn foto's gaat manipuleren. Er is al veel wantrouwen, ja, dit helpt dan niet. En soms gaat het er ook om als fotograaf, wat laat je zien? Als fotograaf heb je heel veel impact. Hè? Soms zeggen we ook, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Nou, in dit geval, kijk, als je deze foto voorbij ziet komen van William uit Engeland, dan heeft het heel veel impact als je dit in een krant laat zien. Maar de werkelijke situatie valt eigenlijk wel mee. Dus een fotograaf heeft met een beeld heel veel impact. Wat laat je zien? Hoe ga je het manipuleren? Dus ook, hoe maak je een foto? Hier een voorbeeld uit coronatijd. Mensen hadden hier heel veel kritiek op. Van, oh, wat is het druk? En die mensen staan te dicht bij elkaar. Terwijl de werkelijke situatie viel eigenlijk best wel mee. Dus het is maar hoe een fotograaf ook zijn beeld laat zien. Of je dus nepnieuws aan het creëren bent of niet. Er zijn ook mensen die zelf aan de slag gaan met photoshoppen. En dan is het dus niet een fotograaf die nepnieuws creëert, maar gewoon een burger. En dat zie je op deze foto. Dit is een bewerkte foto. En rechts is de echte foto. Een leeuw die een scan moet ondergaan. Dus die leeuw die krijgt een scan in een ziekenhuis. En rechts is die gemanipuleerd. En lijkt het net alsof de leeuw wordt gebruikt voor het Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Dat is dat logo wat je aan het begin van een film ziet. Met die leeuw die dan zo brult. Mensen werden woedend, want die dachten dat dus links de echte foto was. En ze dachten dat dus een leeuw echt verdoofd werd om dat filmpje te kunnen maken. Maar het is gewoon nep. Maar die studio die kreeg een bak met rotzooi over zich heen op het internet. Want mensen geloofden dus dat de linkerfoto echt was. Terwijl links is nep en rechts is dus de echte. Een ander voorbeeld is deze. Deze foto is online heel veel gedeeld in coronatijd. De tekst erbij is, mijn zoon die ligt in het ziekenhuis. Hij heeft hartproblemen door een coronavaccin. En de doktoren zeggen dat inmiddels al 60 jonge knullen dit allemaal overkomt. En waarom gebeurt dit? En wie betaalt hiervoor? En waarom nemen we dit vaccin? Dit is gevaarlijk. Dit bericht is heel veel online gedeeld. En als je goed gaat zoeken op internet, dan blijkt ook dat deze foto bij tientallen accounts blijkt te zijn. Bij elke keer een andere meneer. En elke keer zegt die meneer, dit is mijn zoon. Nou ja, iedereen claimt dus zijn vader te zijn. En dat kan natuurlijk niet. Maar dat geeft dus wel aan dat het nep is. Want zoveel vaders kan hij toch niet hebben. Het gekke is wel dat ze op het internet nergens kunnen vinden wie deze jongen is. Het is een anonieme jongen, daar kunnen we geen naam van vinden. Maar er zijn dus honderden vaders die zeggen dat dit hun zoon is. Maar daardoor weet je dus gelijk dat het nep is. Dit is gewoon manipulatie om te zorgen dat we geen coronavaccin zouden nemen. Nou, nepberichten ja, hebben natuurlijk ook tegenwoordig staan wat meer zeg maar, in het nieuws door de komst van AI. De invloed van AI is best wel groot. Je kan tegenwoordig met behulp van AI afbeeldingen maken. Je voert elke enkele woorden in en je creëert een nieuwe foto met de software van AI. En je kan een eigen kunstwerk creëren. Je kan iets namaken in de stijl van een andere kunstenaar. Copyright zit er ook wel een beetje in, wat ook wel gevaarlijk is. Ik heb het zelf ook toegepast. In dit geval heb ik het toegepast door een foto te maken. We hebben meegedaan met de Maand van de Geschiedenis. En de Maand van de Geschiedenis ging over nepnieuws. En die hadden deze foto ter promotie. Nou, deze foto is dus officieel van de Maand van de Geschiedenis, maar wij wilden een eigen variant maken. Deze mevrouw was nogal een beetje eng om zeg maar in onze bibliotheken overal op alle schermen te printen. Dus ik heb een eigen versie gemaakt. Ik heb de software van AI gebruikt. Ik heb gezegd, ik wil een foto van een oud dametje in een beetje jaren 20 stijl. Maar die heeft een moderne telefoon in haar handen. En het moet een schattig oud dametje zijn. En mijn creatie werd dit. En die hebben we ook gebruikt ter promotie van deze webinars. Een oud dametje in oude stijl
met een moderne telefoon. En je kan zo van alles creëren. Wij gebruiken het om leuke en grappige foto's te maken. En dat doen meer mensen. Ik geef even wat voorbeelden. Hierbij zie je allemaal voorbeelden waarbij dus AI is gebruikt om grappige foto's te maken. Van linksboven de Twitter-meneer en Facebook-meneer, tot Rutte, tot de paus, tot een moderne versie van Napoleon en Merkel en Obama die een ijsje zitten te eten. Allerlei vormen waarbij humor wordt gebruikt. Maar het is natuurlijk wel een vorm van nepnieuws. Maar AI kan dit dus. AI kan foto's maken, afbeeldingen creëren. Om dus iets nieuws te maken. En er zit niet altijd kwade opzet achter AI-creaties. Tuurlijk kan je er heel veel kwaad mee. Je kan nepberichten maken, nepnieuws creëren. Door een foto erbij te zetten van iemand die niet bestaat. Maar het kan ook echt wel heel positief worden ingezet. En in dit geval heb ik een voorbeeld waarbij het een beetje een eigen leven is gaan leiden. We hebben hier het over Michael Christopher Brown. En hij is een kunstenaar. En hij heeft vorig jaar een kunstproject opgezet en het heette 90 Miles. En hij wilde in dit geval de Cubaanse revolutie van de jaren 50 laten zien. En even voor beeldvorming, de Cubaanse revolutie betekende dat heel veel Cubanen wilden oversteken van Havana, dus in Cuba, naar Florida, de Amerikaanse kust. En daartussen ligt 90 mijl. Dus daarom heette dit kunstproject ook 90 Miles. En hij wilde die Cubaanse revolutie laten zien, want in werkelijkheid zijn er bijna geen foto's. Cubanen waren heel arm, hadden geen camera's, maar ook in het hele vluchten met bootjes die zee oversteken zorgde voor zoveel problemen dat er gewoon bijna geen foto's zijn. En hij wilde dat in beeld laten zien. Dus hij wilde het verhaal vertellen van die mensen die dit hebben meegemaakt. Het punt is alleen dat er achteraf dus wel heel veel kritiek is geweest van mensen die dit niet helemaal netjes vinden. Van ja, en het is nep en dit klopt niet en de slachtoffers worden hier niet bij gehoord. Terwijl hij is met slachtoffers of in ieder geval met die vluchtelingen gaan praten en heeft daarmee dit beeld gecreëerd. Dus hij heeft nieuwe foto's gemaakt van een situatie van 70 jaar geleden. Nou, ik laat even zien hoe het eruit ziet. Vorm je eigen mening of je dit positief of negatief vindt. Maar in totaal heeft hij honderden foto's gemaakt. Maar dit is dus even een greep eruit van 6 stuks. Maar hij heeft er honderden. Hij heeft niemand willen misleiden. Hij heeft nooit gezegd dat het echt was. Hij wilde alleen het verhaal vertellen. Maar ja, toch kwam er kritiek. Mensen vonden het verontrustend. Mensen vonden het onethisch. Dat is verschillend, maar dat is kunst. Hè? Kunst is ook om over te praten. Het is natuurlijk een kunstproject. Ik vind het hele mooie foto's en het laat een situatie zien waar we verder weinig bewijsmateriaal van hebben. Dus ik vind het heel positief. Zoek het een keer op. 90 Miles heet dit. Eigen website waar alle foto's ook op staan. Soms gaat AI alleen helaas wel de fout in. En soms laat hij afbeeldingen maken die gewoon helemaal niet kunnen. Zoals bijvoorbeeld deze. Heel mooi voorbeeld. Strand van Normandië. Het is de Tweede Wereldoorlog. En de geallieerden komen aan. Alleen bij deze AI-afbeelding lopen ze de verkeerde kant op. Dus je geeft woorden op. Daar moet je wel duidelijk in zijn. Want anders gaat AI er een verkeerde afbeelding van maken. Ik geef nog twee voorbeelden van foutjes. Hier bijvoorbeeld links een foto van de bevrijding van Nederland. Nou, punt 1 is de mobiele telefoon natuurlijk al een foutje. Dat kan helemaal niet in de Tweede Wereldoorlog. Maar als je het aantal vingers gaat tellen van deze persoon, zie je ook dat je minimaal op 6 vingers uit moet komen. Want ik zie er al 5 in beeld en dan mis ik nog een duim. Dus hier gaat wel meer mis. En rechts ook. Als je vraagt om eggplant, wat wij gewoon in het Nederlands kennen als aubergine, dan gaat er iets mis bij AI. Dus in zoverre is de mens nog wel nodig voor mooie afbeeldingen. Maar AI maakt dus fouten. En daar wil ik even wel over doorgaan, want ook dit is een vorm van nepnieuws creëren. Over het algemeen hebben we heel veel AI-systemen waar we mee samenwerken. We hebben Siri op onze Apple-telefoons staan als assistent. We hebben Google-assistent op de Android-telefoons staan. En soms zeggen zij als je ze iets vraagt van ja, dat weet ik gewoon niet. Maar de nieuwe AI-systemen zoals ChatGPT, die gaan een beetje bluffen
Omdat ze vooral niet willen toegeven dat ze iets niet weten. Dus zij willen altijd een antwoord geven. Ook al weten ze niet. En het is niet dat het hun doel is om tegen je te liegen. Maar ze willen je altijd een antwoord geven. Ook als ze niet helemaal weten of dit wel of niet klopt. En dat is een keer getest. Gemini is een Google AI chatbot. En een onderzoeker heeft een keer gevraagd van... Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat kaas goed blijft plakken op een pizza? En Gemini heeft toen aangegeven, dan moet je lijm gebruiken. En aan de ene kant is het ook wel begrijpelijk. Kijk, AI is een internetsysteem wat gewoon het hele internet gebruikt als database. Dus op het moment dat ik vraag hoe kan ik iets het beste vastplakken, gaat dit AI-systeem gewoon zoeken op het internet. En die gaat duizenden artikelen doorspitten. En dat is in fracties van weet ik hoeveel milliseconden. Maar die gaat duizenden artikelen lezen. Hoe plak ik iets vast? En in 99% van de gevallen komt er lijm uit. Dus op het moment dat ik vraag hoe plak ik kaas vast op een pizza, zal hij lijm zeggen. Want dat is in 99% van de gevallen de meest logische optie. Alleen, Gemini kan niet helemaal snappen dat het hier om pizza gaat. En dat je dan dus geen lijm kan gebruiken. Die factor slaat hij over. Maar zo creëer je dus wel nepnieuws. Want als mensen dit gaan geloven, gaan ze dus uiteindelijk een pizza met lijm eten. Nou, ik denk dat het in de praktijk wel zal meevallen. Maar het punt is, als wij artikelen lezen, dan willen we iets snappen. Wij willen het doorgronden, wij willen weten hoe het werkt. Terwijl software zoals AI wil gewoon voorspellen wat het meest logische antwoord is. En zij gaan dus kijken van welke conclusies wordt het vaakst genoemd. Welk antwoord krijgt heel veel reacties bijvoorbeeld op een forum. En zij weten dus niet waar al die artikelen het over hebben, maar ze gokken wat het meest waarschijnlijke antwoord is. En dan krijg je dus hele gekke antwoorden als lijm op een pizza. In dit geval is de fikse fout en dat noemen we dan een hallucinatie. Een hallucinatie is een gekke afbeelding of een zin van AI die niet klopt, die gewoon fout is. Maar uiteindelijk gaat AI ook zichzelf citeren. Dus de eerste volgende keer dat iemand weer over lijm begint, wordt dit antwoord daar wel in meegenomen. Dus de hallucinatie blijft doorgaan. En zo creëert AI zelf dus ook nepnieuws, want je krijgt dus steeds meer foute antwoorden op het internet. Dus dat is wel gevaarlijk. Daar moeten we zeker rekening mee houden. Nou, dan hebben we ook nog samen met AI ook te maken met deepfake. Even ter uitleg. Deepfake is een verzamelnaam voor software waarmee je dus foto's en video's kan maken. En in dit geval dus video's. Waarbij je dus mensen dingen kunt laten zeggen die je nooit hebt gezegd. En dat is een computerprogramma en daar kan je allemaal video's of foto's inladen die je al hebt verzameld. Dus als je genoeg video's van iemand hebt, dan kan je die allemaal bundelen. Die zet je in die software en die software kan dan zelf nieuwe video's gaan creëren. Dus ze hebben niet eens exact dezelfde klanken nodig of dezelfde woorden nodig. Deze software kan voorspellen hoe bepaalde woorden zouden klinken. Dus ze hebben niet eens dus exact dezelfde teksten nodig of dezelfde woorden. Dat kunnen ze helemaal zelf creëren. En de term deepfake, ja, het is een fake is natuurlijk nep. En deep komt van deep learning. En deep learning is de naam van de software die hiervoor wordt gebruikt. Het is een zelflerende software. Dus zij kunnen zichzelf dingen leren en ook dingen dus voorspellen. En daardoor worden ze steeds beter. En dat kan dus ook dus dat ze iemands stem dus kunnen namaken, iemands beeld kunnen namaken in video's. En ik wil wel zeggen, aan de ene kant wordt dit in misschien nog wel 90% van alle gevallen gebruikt voor bijvoorbeeld ook helaas porno te maken. Dus dat ze het hoofd van een beroemd iemand op een lichaam van een ander plakken. En je krijgt een pornovideo van die nep is. Maar helaas wordt dus wel iemands hoofd daarvoor gebruikt. Maar ik wil zeker ook benadrukken dat het ook wel positief wordt gebruikt. Want ik wil niet alleen maar mensen bang maken en negatieve dingen noemen, ook zeker positief. Dus ik ga wat positieve voorbeelden geven. Je zou het kunnen gebruiken om oude familiefoto's tot leven te brengen. Dus zwart-wit foto's, daar zou je een video bij kunnen maken. En bijvoorbeeld ook acteurs in films laten spelen. Misschien hebben ze geen tijd om meer aanwezig te zijn, maar kunnen ze toch zeg maar in de film spelen. Maar het kan dus ook als ze bijvoorbeeld overleden zijn.
De acteur die je daar rechts op de foto ziet, dat is een film van, nou wat is het, 20, 30 jaar geleden, een van de eerste Ghostbuster-films. En die acteur is helaas overleden. Met toestemming van zijn familie hebben ze hem tot leven gewekt in een film die een paar jaar geleden uitkwam. En dat is hier, als een spook. Dus voor Ghostbusters was dat een heel mooie toepassing. Maar dus met toestemming van zijn familieleden is hij tot leven gewekt in een huidige film. En zo had je dus een mooie combinatie van alle oude acteurs. De levende acteurs die werden weer Ghostbuster en de overleden acteur komt terug als ghost. En dat was wel heel mooi gedaan. Een soort eerbetoon. Dus dat wil ik ook zeker aangeven als positief gebeuren. Maar je kan dus ook een acteur bijvoorbeeld ineens heel jong maken. Door daar software overheen te gooien, krijg je dus ineens een hele jonge Harrison Ford in Indiana Jones. Een ander positief voorbeeld is deze documentaire, Welcome to Chechnya. Dit gaat over Tsjetsjenië. En dat is een heel islamitisch land. En daar worden dus mensen die lesbisch zijn of homoseksueel of transgender of wat dan ook, die worden daar vervolgd. En in deze documentaire wordt een groepje mensen gevolgd die het land uit wordt gesmokkeld. Dus zij worden gered en kunnen ergens anders veilig ondergedoken leven. En dan worden ze niet vervolgd in Tsjetsjenië. Nou, deze mensen die het land uit worden gesmokkeld om weer veilig te kunnen leven, worden geïnterviewd. Maar dat moet natuurlijk wel anoniem. Zij kunnen niet met hun gezicht in beeld, want dan worden ze alsnog misschien opgezocht en vermoord. Dus het moet allemaal wel heel veilig. Nou, wat hebben ze gedaan voor deze documentaire? Hun gezichten zijn vervangen door gezichten van vrijwilligers. Dus de gezichten die ook hier op de foto zien, zijn niet de gezichten van de slachtoffers. Nou, waarom zou je dit doen? Waarom zou je zoveel moeite doen? Nou, stel dat je dit 10 jaar geleden zou doen en je zou deze mensen interviewen. Dan zou je hun gezicht helemaal vervagen. En dan zou je ze helemaal of in het donker zetten en met een lamp aan de achterkant, zodat je hun gezicht niet ziet. En dan kunnen ze hun verhaal doen. Maar dan zie je ook niet hun emoties. Dan zie je niet hun gezichtsuitdrukkingen. En dat is nu bij deze situatie dus wel gedaan. Je ziet het gezicht van een vrijwilliger, maar de gezichtsuitdrukking van de oorspronkelijke persoon. Dus je krijgt hier een hele mooie combi van twee verschillende vormen. Het verhaal met de gezichtsuitdrukkingen van het slachtoffer, maar het gezicht wat je ziet is dus van een vrijwilliger die zegt: joh, gebruik mijn gezicht maar. En dan is het slachtoffer in ieder geval veilig. En dat vind ik een hele mooie manier. En vroeger zou je blurren en vroeger zou je die persoon ergens in een donkere kamer zetten en er niks van zien. Maar nu kan je dus echt het gezicht ook zien. En dat vind ik het hele mooie eraan. Nou, en dit is dus een combinatie van stand-in van die vrijwilliger en AI om dus, zeg maar in een soort van deepfake, de gezichtsuitdrukking, de tranen, de trillende lip, noem maar op, om dat toe te voegen. Nou, dit zijn de positieve vormen, maar we hebben helaas ook negatieve vormen, nepfilmpjes die rondgaan. Ik noemde net al ook dat filmpje wat nu rondgaat over de verkiezingen in Amerika. Dat is een filmpje waarin twee jongens uit Haiti vertellen dat ze dus illegaal 2 keer hebben kunnen stemmen. Ja, dat filmpje is dus nep, dat is dus een deepfake. Daar hebben ze gewoon gezichten van gebruikt. Ze hebben twee filmpjes gecreëerd. En uiteindelijk door een universiteit in Amerika kan dat dan onderuit gehaald worden. En zij kunnen ontdekken dat het nep is. Maar ja, er zit echt wel een gevaar in. Maar ja, mensen worden wantrouwiger. Doordat er heel veel deepfakes en nepnieuws rondgaat, worden mensen wantrouwig. Dus alleen al de suggestie dat iets een deepfake zou kunnen zijn, zorgt dat mensen gaan twijfelen. Dus stel, jij ziet vanavond een item op het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen. Dan, en iemand zegt tegen jou: oh, maar dat is een deepfake. Dan ga je al twijfelen. Dus alleen al die suggestie is al gevaarlijk tegenwoordig. En het zorgt ervoor dat mensen dus ook gaan twijfelen over grote problemen. Is corona wel echt gevaarlijk? Moet ik mijn kind wel laten vaccineren? Want ja, alle video's die we zien zijn toch nep. Dus mensen gaan aan heel veel dingen twijfelen. En daarom is het wel belangrijk hoe je dus een deepfake of ook nepnieuws kan herkennen. Dus daar wil ik je wat tips voor gaan geven. Want we komen niet meer van nepnieuws af en ook niet van deepfakes. De technologie verwacht dat binnen 4, 5 jaar iedereen zelf een nepfilmpje op zijn telefoon kan maken. Kijk, we hebben nu op onze telefoon natuurlijk sowieso de optie om een filter te gebruiken.
Of om stickers te plakken op een foto. Ik kan nu ook op mijn telefoon al mijn foto gebruiken en een foto maken dat ik als brandweerpersoon zeg maar afgebeeld sta, of als prinses of Robin Hood. Er is al heel veel mogelijk, maar ja, de grote organisatoren denken wel binnen 4, 5 jaar kan iedereen op zijn eigen telefoon een deepfake maken. Dus we komen er niet meer vanaf. Het is belangrijker dat je erachter kan komen wanneer iets nep is. Dus hoe kan je het herkennen? En hoe kom je erachter of iets nep is? Dus daar wil ik je wat tips voor gaan geven. Dus hoe kan je het herkennen? Nou, allereerst zeker bij zo'n deepfake, dus bij zo'n video, zoals bijvoorbeeld dus die twee mannen uit Haiti, die dus zeggen dat ze 2 keer hebben kunnen stemmen. Waar zou je dan moeten kijken? Nou, bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen die niet matchen met wat je zegt. Want het is vaak gebaseerd of op foto's of op filmpjes waarin ze andere dingen zeggen. Dus stel dat ze een filmpje gebruiken waarin iemand heel vrolijk staat te praten, maar het onderwerp wat jij bekijkt als video gaat over bijvoorbeeld iets heel droevigs. Ja, dan kloppen de gezichtsuitdrukkingen vaak niet. Daar kunnen ze nog niet zo goed mee overweg. De mond kan wel eens gekke bewegingen maken, want ja, er worden andere woorden gezegd dan misschien die lippen op dat moment ook maken. Soms is ook een deepfake alleen maar gemaakt met foto's. En dan kan je bijvoorbeeld ook merken dat iemand helemaal niet knippert. Dus een foto waarbij die ogen alleen maar openstaan en niet knippert, dan weet je, oh, dit is een deepfake gebaseerd op fotomateriaal. Intonatie kan ook nog wel eens een beetje gek zijn, want je gaat natuurlijk woorden door elkaar husselen. Dus woorden die iemand misschien wel gezegd heeft, maar in één keer op een andere plek in de zin staan, ja, dan klopt de intonatie niet meer. He, dus bijvoorbeeld aan het einde van de zin gaan we vaak omlaag met onze stem. Nou, dat zou ineens op een hele andere plek kunnen staan. De verhoudingen van hoofd en lichaam kunnen nog wel eens verkeerd zijn, want het heeft te maken met welk beeldmateriaal je gebruikt. Het is een kleiner hoofd of een groter hoofd op een klein lichaam. Misschien staan er ergens in het beeld nog wel vage pixels. Dus ergens is iets niet helemaal scherp. En, heel belangrijk, kijk ook gewoon naar de afzender. Waar komt het vandaan? Wat is je bron? Want ik zei het al, hè, het herkennen wordt echt wel steeds moeilijker. De technologie wordt steeds beter. Onze deepfakes van dit moment zijn dan weer beter dan 2 jaar geleden. Dus het wordt echt steeds moeilijker. De techniek gaat heel snel. En daarom is het soms belangrijker om te weten van wie is de afzender, wie is de maker, om erachter te komen dan dat je het echt aan de video zelf gaat zien. Nou, bijvoorbeeld ook die AI-afbeeldingen, zo'n foto. Hoe kan je nou herkennen dat de foto bijvoorbeeld nep is? Dus een AI-afbeelding. Nou, ook dan moet je op details letten. Even gewoon een voorbeeld van details die dan een hint kunnen zijn. Bijvoorbeeld gekke vingerkootjes die ineens er niet meer zijn. Of perfect symmetrische wenkbrauwen. Dat kan helemaal niet. Ik laat je zo meteen een voorbeeld zien van ogen, gezichten van AI-afbeeldingen. Die ogen die zijn echt te perfect. Een hele gave huid, zwevend haar op een foto, gekke handen. Ik zei net al, hè, een foto met 6 vingers, te veel benen, dat er ineens een been bij wordt verzonnen. Dus het gaat om de kleine details, het is goed kijken. Maar bijvoorbeeld bij accessoires, brillen en sieraden kloppen vaak niet, want die probeert hij ook symmetrisch te maken. Nou, dat lukt vaak ook niet. Symmetrische dingen zijn soms lastig. Dus patronen in jurken worden slecht herhaald. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met perspectief. Ook perspectief klopt vaak niet. Dus op een boekenplank die een beetje zeg maar in perspectief geplaatst is, gaan de vormen helemaal niet meer kloppen. Nou, dat zijn allemaal hints waar je het nu nog aan kan zien. Ik verwacht ook over een paar jaar dat dit ook weer opgelost is. Dus hou daar wel rekening mee. Over een paar jaar zou je de foto's niet meer zo goed kunnen herkennen. Even een voorbeeld van een website waar je dit een beetje kan oefenen, om het jezelf een beetje te trainen, want ik denk dat dat heel belangrijk is, jezelf hierin trainen, is een website, bijvoorbeeld This Person Does Not Exist, of Which Face Is Real. Dat zijn twee websites, dus eentje is This Person Does Not Exist, en Which Face Is Real. Nou, Which Face Is Real, dat ga ik even een voorbeeld laten zien, dat is namelijk deze. En Which Face Is Real laat 2 gezichten zien. Dan moet jij klikken op het gezicht welke echt is. Nou, in dit geval, je ziet, ik heb goed gegokt. Links is echt. Daar zit ook een groene lijn omheen, want ik had het goed. Rechts is nep.
En waar kun je het nou eens zien? Nou, even een aantal hinten. Ik vind bijvoorbeeld de wenkbrauwen rechts en links, die zijn een beetje gek. Zeker de rechtse heeft een beetje gekke haren aan de rechtse kant. Ik zie bijvoorbeeld kraaienpootjes aan de rechtse kant, maar weer niet aan de linkerkant. Je ziet bijvoorbeeld ook dat de tanden wel enigszins een beetje symmetrisch zijn. Ja, ze proberen het wel een beetje zo te doen. En wat ik bijvoorbeeld ook gek vind, is het haar bij de bakkenbaarden. Links en rechts zijn verschillend. En dat zie je ook een beetje dus bij de bril. De bril vervaagt ook een beetje achter de oren. En de achtergrond is ook een beetje zo gek geblurd. En ook het haar is. Zeker bovenop zijn hoofd zie je daar wat gekke pixels. Dat haar gaat niet helemaal goed daar. Dus dat zijn een beetje hints waar je het aan kan zien. Maar je merkt, het zijn kleine details waar je op moet letten. Dus het is vaak nooit één ding waar je het aan kan zien. Het is vaak een optelsom. Ja, het belangrijke is dus dat je ermee gaat oefenen. Want dit ga je nooit in één keer kunnen. Maar het is oefenen waar je op moet letten. Dan word je er steeds beter in. Het is een beetje trainen als het ware. Ik geef even een voorbeeld. Ik zei net al, dit zijn allemaal gezichten die allemaal door AI gemaakt zijn. Dus dit zijn allemaal nepgezichten. En wat ik wilde aantonen is dat kan je aan de ogen zien. Want als je daar een liniaal op legt, dan zie je dat dit gebeurt. Alle ogen zitten op dezelfde plek. Dus alle ogen zitten op dezelfde plek. En daardoor kan je dus ja, heel snel doorhebben van, ah, dit is AI gemaakt. Lineaal erop leggen en je kan het een beetje checken. Nou, en er is ook goed nieuws, want er wordt ook hard gewerkt aan de technologie om AI-afbeeldingen te herkennen. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Er wordt hard gewerkt. Er komen steeds meer websites die dat ook kunnen herkennen. AIornot.com is een website. Je hebt wel een account nodig. Ik heb een account gemaakt en ik heb mijn eigen foto van dat schattige oude dametje met die telefoon er doorheen gegooid. En inderdaad, er kwam uit dat die inderdaad likely AI generated is. Dus blijkbaar is de kans groot dat dit toch wel AI is. Nou, dat wisten we al, want ik heb hem zelf gemaakt. Maar dat is dus ja, een teken dat het dus nep is. En die technologie die komt er echt zeker aan. Alleen tot die tijd zou je echt nog wel zelf er alert op moeten zijn en zelf moeten kijken. Nou, wat kun je zelf tegen nepnieuws doen? Ik zei het al, het zal niet verdwijnen. Het bestaat al zolang de mens bestaat. We hebben genoeg historische voorbeelden. Alleen, het is sinds zeker corona ook echt wel sterk gestegen. Er is meer wantrouwen richting de overheid, maar we zijn ook steeds meer online gaan doen. En we kunnen gewoon niet alles verwijderen. Hou daar ook rekening mee, hè. Het is een soort droombeeld dat we zeggen dat we nepnieuws allemaal gaan herkennen en gaan verwijderen. Want wie gaat dat dan verwijderen? Wie bepaalt dan wat nep is? Hè, gaan we dat aan een overheid overlaten? Gaan we dat aan bedrijven als Facebook overlaten? Het is ook echt wel, dat heeft ook wel wat dan met censuur te maken, hè. Dus als je besluit, we gaan websites die nepnieuws verspreiden offline halen. Dan geef je ook echt wel heel veel macht weg over bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. En daar, dat is een heel moeilijk speelveld. Waar zit de ruimte tussen je eigen mening mogen verkondigen en nepnieuws verspreiden? Als iemand echt in een complottheorie gelooft. Net als klokkenluiders. Klokkenluiders moeten iets wel kunnen brengen. En dat zal misschien eerst als nepnieuws klinken, maar het kan wel de waarheid zijn. Dus het is heel gevaarlijk en je bevindt je heel snel op glad ijs. Kijk naar Amerika. Trump is daar heel negatief over CNN, want die zijn te kritisch over hem. Dus hij noemt CNN als fake news. En dat heeft als krant best wel veel impact, want dat heeft echt wel te maken met je reputatie. Maar wat zou er gebeuren in Nederland als onze president, minister-president, ineens zegt dat een bepaalde krant nepnieuws produceert? Moeten we die krant dan gaan verbieden? Dat is een hele moeilijke. Dus vrijheid van meningsuiting tot ook wie zegt dat het nep is. Wie mag bepalen dat het nep is? Dus die macht is heel belangrijk. En ook dat, hè, als we dit gaan doen, worden complottheorie-denkers alleen nog maar wantrouwiger. Hè? Dat is natuurlijk ook een gevaar. Dus dit is heel moeilijk. Het enige wat je eigenlijk nu het beste kan doen, is je eigen kritische blik ontwikkelen. En dat is dus trainen. Trainen waar je nepnieuws aan kan herkennen. Nou, ik geef wat voorbeelden hoe je nepnieuws kan herkennen. En dat is eigenlijk het enige wat je voorlopig kan doen.
Let op als het een onbekende URL is, dus een onbekende link van een website. Dus geen normale krantsite, maar een onbekende site. Dat is al gevaarlijk. Als het een website of een bron is met een slechte reputatie of een onbekende reputatie. Als het een mediabericht is wat heel veel wordt gedeeld, maar al best oud is, maar toch weer zogenaamd actueel wordt genoemd. Sensationele kop of titel, hè? Dus heel erg schreeuwerig. Denk aan die beelden met die Gordon die ik noemde, of met een Herman de Blijker. Dramatisch opruim taalgebruik, dus heel erg dat er een ramp is gebeurd of dat iemand is overleden of juist dat je in opstand moet komen. Een foto waar je twijfelt, nou, ik denk niet dat die helemaal echt is. En als er geen bronvermelding is, dus als er verder niet wordt genoemd waar die informatie vandaan komt, dan moet je ook heel erg gaan nadenken. Hè, in Nederland wordt heel erg snel het ANP genoemd. Nou, dat zijn betrouwbare bronnen, maar als er geen bron wordt genoemd, moet je al gaan twijfelen. En dat houdt in dat je heel veel moet controleren. Je moet eigenlijk, wil je iets 100% kunnen vertrouwen, moet je heel veel controleren. En dat houdt in, controleer de afzender, die dus het bericht heeft geplaatst, het motief van de schrijver, dus de bedoeling. Wil die tot actie oproepen? Wil die dat je een product gaat kopen? Wil die dat je op een website gaat klikken? Waar staat het bericht? Ook dat moet je controleren. Welke bronnen gebruiken ze dus? Hè? Dus wat ik net zei, je bronvermelding. Twijfel je? Ga dan naar een fact-checking website. En dat is bijvoorbeeld, is dat echt zo? Of nieuwscheckers.nl. Nieuwscheckers.nl is van, als ik het goed zeg, de Universiteit van Leiden. En zij, van de opleiding journalistiek, en zij checken dus allerlei nieuwsberichten. En check ook of je het bericht ergens anders ziet. Hè. Denk aan die filterbubbel. Dus het is heel belangrijk om ook je blik te verruimen. Dus kijk ook naar andere magazines, andere kranten en niet maar één. En check ook het bericht helemaal. Kloppen alle feiten? Want wat je vaak nog wel eens ziet is dat een bericht ergens bovenin nog wel de waarheid spreekt. En gaandeweg het bericht komen er steeds meer leugens in. En steeds meer andere details. Dus let daar goed op. Kloppen wel alle feiten? En kloppen ook de foto's en video's waar het vandaan komt? Ja, ik geef even een voorbeeld van bijvoorbeeld een twijfelachtige bron. En dat is deze. Zes Mokro. En Zes Mokro is een account op social media. En zij delen wel bestaand nieuws. Maar zij voegen er andere feitjes aan toe. Waardoor het sensationeler wordt. Dus het is wel ergens een kern van waarheid. Dat bericht van Rutte rechtsonder, dat klopt ook. Hij waarschuwt inderdaad wel. Maar het is een grote titel. En in het bericht wordt ook weer verwezen naar websites waar je dan ook moet klikken. Er worden steeds meer feitjes toegevoegd die niet helemaal kloppen. Maar ja, ze hebben wel 1 miljoen volgers. Hè? Dus dit zorgt wel voor een vorm van nepnieuws. Het is niet 100% nep. Het is maar misschien voor de helft of voor 70% nep. Er zit wel ergens een kern van waarheid in. Maar er zitten details in die toch gemanipuleerd zijn. Dus wees kritisch. Check je bronnen, waar komt de informatie vandaan en wat zeggen andere websites erover. Blijf kritisch, blijf trainen en check dus ook van, klopt dit bericht met wat ik in andere kranten lees, op andere websites lees en wees nooit afhankelijk van één nieuwsbron. Heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Dit was het einde van deze video over nepnieuws. Vergeet ook niet deel 1 te kijken waarin ik het heb over de historische voorbeelden van nepnieuws. En hou de website van de bibliotheek in de gaten als je nog meer wil leren over verschillende thema's rondom nepnieuws. Maar ook bijvoorbeeld rondom allerlei cybercrime thema's en onderwerpen die te maken hebben met computers en telefoons. Heel veel succes!